Vorig jaar begon deze school voor middelbaar economisch en administratief onderwijs met deze vorm van projectonderwijs, waarbij de leerlingen zelf een product uitkiezen, een marktonderzoek houden en het product ook maken en verkopen. Kennelijk is deze vorm van onderwijs zo goed aangeslagen dat besloten is tot een tweede jeugdonderneming. Maarten Beurskes praatte vanmorgen met de directrice van deze nieuwe onderneming. Jolanda Nijborg, jij bent de directrice van deze nieuwe jeugdonderneming. Hoe heet die? Deze onderneming heet Veston BV en Veston BV staat voor Verein Stuart Onderneming. Opgericht door leerlingen van de CA Verein Stuart School, de school van MEAO hier in Groningen. Wat voor product gaan jullie brengen? Wij brengen in onze stageperiode een kartonnen bloemenvaas. Een kartonnen bloemenvaas? Ja, een kartonnen bloemenvaas. Het is speciaal bedoeld voor ziekenhuizen en bejaardentehuizen die met het vazenprobleem kampen. Want ja, altijd een bloemetje meenemen voor een patiënt, heb je er ook een vaas voor nodig. En een kartonnen bloemenvaas is de ideale oplossing. Het is een vaas die je dus bij een bosje bloemen koopt. En je geeft het de patiënt of een bejaarde dame of heer. En als de bloemen verwelkt zijn, dan gooi je deze vaas met de bloemen in de prullenmand. Lekt die vaas niet? Nee, deze vaas lekt niet, want het is geplastificeerd. Rob Boyten, hebben jullie al een idee hoe groot de markt is voor deze bloemenvaas in de provincie Groningen? Nou, we gaan dus in februari een marktonderzoek houden betreffende dit product. En dat zal eens kijken hoe groot de markt wordt. Hoe is het met de belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor jullie jeugdonderneming? De belangstelling is erg groot. We krijgen behoorlijk steun. We staan bijvoorbeeld onder auspiciën van de juniorkamer. De noordelijke juniorkamer zitten veel mensen in het bedrijfsleven. We krijgen bijna elke woensdagmiddag een gastdocent uit het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. De non toont ook interesse. We hebben een bankdirecteur gehad. En die houdt dus een lezing eigenlijk voor ons. Hoe is het met de financiën gesteld? Kan het project uit? Nou, we geven dus, omdat we een BV zijn, geven we dus aandelen uit. Die worden alle geregistreerd in het aandelenregister. We geven dus geen aandeelbewijzen uit, maar wel een kwitantie. We geven 250 aandelen uit aan de leerlingen, aan de familieleden in de school. En we hebben 250 aandelen beschikbaar gesteld voor de NOM. En elk aandeel is nominaal 10 gulden. Hoe voel je je nou, Jolanda, directrice van een echt bedrijf? Nou, ik heb deze positie gekozen omdat wanneer krijg je nou een kans om directrice te worden van een onderneming, van een jeugdonderneming? Het bestaat helemaal niet in Nederland, wij zijn de eerste school in Nederland. En ja, ik heb gezegd, dan pak ik zo'n kans met twee handen aan. Meneer Lenselink, het tweede jeugdondernemingsproject op de Verein Stuart School, dat betekent dat deze vorm van praktijkonderwijs aanslaat. Ja, vorig jaar is het een daverend succes geweest. Leerlingen waren uitermate tevreden. En wat veel belangrijker was, de nieuwe klas stond te trappelen van ongeduld om mee te doen. Dat heb je ook zojuist kunnen horen. De klas voor volgend jaar is ook alweer gereed. Vandaar dat we als school eigenlijk besloten hebben om helemaal de richting van projectonderwijs in de commerciële richting uit te gaan. Hoe is het nou met de belangstelling voor deze vorm van praktijkonderwijs vanuit andere scholen? Daar hebben we heel weinig ervaring mee. We hebben wel gemerkt dat andere scholen belangstelling hebben, maar eigenlijk een beetje de kat uit de boom kijken en afwachten hoe dit experiment verder verloopt. Men durft het nog niet zo goed aan? Nee, ook omdat in dit soort experimenten ontzettend veel tijd gaat zitten en dit een enorm beslag ook op andere collega-docenten legt. En dat moet binnen een schoolsituatie allemaal in te passen zijn. En dit was een bijdrage van Maarten Beurskens. Half acht. We hebben nu aan de telefoon de heer Wiltjer. Hij is leraar aan de Verein Stuart School in Groningen. Dat is een middelbaar economisch en administratief onderwijs. En daar hebben ze op school als een soort praktische praktijk, als een soort stage, hebben ze een aantal leerlingen die aan het hoofd staan van een BV. Ze hebben zelf een BV opgericht in hun eigen, laten we zeggen, terwijl ze nog op school zitten. En dat is de Veston BV. En daar hebben ze een ontzettend aardig initiatief in de tijd gedaan, namelijk kartonnen vazen op de markt brengen. En ik was eigenlijk heel benieuwd hoe dat nu gegaan is met jullie BV. Meneer Wiltje, hoe is het gegaan in die tijd? Ja, goedemorgen, heer Rutten. Nou, de reacties dus op uw uitzending toen het zijn, die zijn dus fantastisch geweest.
Wij hebben ontzettend veel van buiten gehoord. De media die hebben dus trouwens veel dingen voor ons gedaan. Ja. Bijvoorbeeld in tijdschriften. Zowel landelijk als provinciaal hebben wij dus dagbladen gehaald. Nou, en dat is dus een uitstekende reclame voor de Vereniging Stuart Meo uit Groningen geweest. Ja, maar eigenlijk nog naast de, laat ik zeggen, de reclame voor de school. Het gaat er eigenlijk om dat een aantal leerlingen een BV hebben. Dat is wat ontzettend veel mensen heeft aangesproken. Hoe is het met het product dat jullie op de markt hebben gebracht? Met de kartonnen bloemvazen. Hoe is het daarmee gegaan? In eerste instantie hebben wij dus gepoogd om bijvoorbeeld ziekenhuizen, voornamelijk dus in het noorden van het land, te benaderen. En de reacties daar, die waren niet altijd even positief. Dat was in het kader van het marktonderzoek dat jullie eerst gedaan hebben, ja, hè? Ja, klopt. Daarna hebben wij bijvoorbeeld grootwinkelbedrijven hebben we dus benaderd. En later zijn we dus wat meer overgegaan tot het particuliere verkoop. Nou, en dat is dus over het algemeen dus een groot succes geworden. Ja, ik hoorde net dat u nog thuis uitgenodigd had Gerdien Postma. En zij is de directrice van Veston BV. Mag ik Gerdien even hebben? Ja hoor, ja. Natuurlijk. Ja, nou, hier ben ik dan. Ja. Goedemorgen. Om met een directrice van een BV te praten, mag ik wel even je leeftijd weten? 18 jaar. 18 jaar en dan directrice van een BV. Wat zijn jullie volgende plannen? Om nou, met de fase... We gaan nou liquideren. Hè? We gaan nou liquideren. Dus de bedoeling dat de jeugdonderneming een jaar duurde. Ja. We zijn nou bijna toe een liquidatie. Die vindt plaats op 14 of 21 november. Ja, wegens enorm succes wederom gesloten. Wat jammer dat jullie gaan liquideren. Is het niet een mogelijkheid dat bijvoorbeeld een aantal andere leerlingen de draad weer oppakken waar jullie hem hebben gelaten? Dus dat de nieuwe BV zich verder bezig gaat houden met productverbetering, marktpenetratie, afzetgebieden vergroten? Het zou wel kunnen, maar dan krijg je het probleem dat de nieuwe jeugdonderneming, die krijgt niet te maken met al die problemen die wij al gehad hebben. Ja. We hebben echt geleerd hoe we een product moeten promoten. Ja. Hoe we het product moeten afzetten. Ja. Dat hebben zij dan niet. Hoe die BV werd opgericht. Ja. Als er weer een komt, dat komt waarschijnlijk ook. Dan beginnen die weer met een hele nieuwe BV. Die gaan met een nieuwe BV beginnen. Ja, toch heb ik het gevoel dat het ontzettend leuk is. Want ik vond het zo'n aardig idee met met de kartonnen vazen. Om eigenlijk te zeggen, weet je wat, jullie laten deze BV bestaan. En een nieuwe club leerlingen nemen die over. Maar ja, ik zit niet in de oude commissie van jullie school. Dus ik heb er verder niets over te zeggen. Ik heb gehoord dat jullie een klein feestje hebben gehad in de tijd bij de oprichting. Ik hoop dat jullie in dit geval bij de liquidatie van deze Veston BV ook een hele leuke avond hebben. Ook met diezelfde notaris erbij, kan ik me herinneren van toen. Gerdien Postma als directrice, heel veel succes verder. En de Vereniging Stuart School ook. En ook meneer Wiltjer. Ik zou eigenlijk willen zeggen, als jullie nog iets met die vazen willen, zou je misschien eens naar de bloemenveiling in het Westland kunnen gaan. Daar hebben we ook nog eens een keer een ontbijtshow gemaakt. En wie weet, als je daar meneer Bentvelsen is belt, wie weet is die wel geïnteresseerd om nog eens iets over jullie vazen te horen. Het laat me niet los dat jullie je BV liquideren. Goed. Nou, en nog veel hartelijke felicitaties met de FC Groningen, hè? Want die hebben geloof ik gewonnen, was het niet? Ja, was fantastisch, hè? Ja, goed. Ja, goed. Tot ziens en hartelijk bedankt voor dit gesprek. Oké, okay, ja. Daar. Dag, heren.